Drie overwinningen heeft Scheveningen op rij geboekt op respectievelijk Quick Boys, Jong FC Twente en Jong FC Volendam. En daardoor is de ploeg van deze trainer John Blok, die in de winterstop zijn contract heeft verlengd met het seizoen, opgeklommen van een plek onderop de ranglijst naar de middenmoot toe. Begin van de wedstrijd. Hier de doorkopbal en dan kan Scheveningen eruit komen met Rog. En die is snel. Veel ruimte voor het doel Robinson. En die maakt er al snel in de wedstrijd 1-0 van. Perfect uitgespeelde counter door Scheveningen. En tegen ACV, de nummer voorlaatst van de ranglijst. Nog geen punt behaald dit seizoen in de uitwedstrijden. Staat het al heel snel 1-0 voor Scheveningen. En dat is toch een lekker begin. Scheveningen dat langzaam maar zeker omhoog aan het kijken is. Staat tweede in de tweede periode. En er wordt toch met heel veel belangstelling uitgekeken naar de resultaten van Spakenburg. Die bovenaan staat met 3 punten meer. Hier wordt een strafschop gegeven omdat Gula een overtreding maakt. En de scheidsrechter legt de bal op de stip. Hier zien we het in herhaling. Hij lijkt zich half te verstappen en raakt daarmee de speler van ACV. Achter de bal staat Van der Heijden. En die stuurt Wolfsheimer de verkeerde hoek in. En zo staat het 1-1. En kan Scheveningen eigenlijk weer opnieuw beginnen. Wolfsheimer naar rechts toe. Hij vervangt de geblesseerde keeper Leerdam. Verder mist Scheveningen onder meer Gio van Rey. Was 6 maanden geschorst omdat hij een rode kaart kreeg tegen Harkemaanse Boys. Maar die schorsing is na beroep teruggetrokken en verminderd naar 6 wedstrijden. En hier had ACV natuurlijk op 1-2 moeten komen. Maar de blunder achterin van Scheveningen wordt niet afgestraft. Hier is het Rog die er zomaar 2-1 van had kunnen maken. Maar keeper Woering keert de bal. Ook de hoekschop zou uiteindelijk niets opleveren. Swiebe. En een stelvolle redding van Woering. Scheveningen wordt beter in het tweede gedeelte van de eerste helft. Wagenaar zijn eerste basisplaats bij Scheveningen. Speelt op de linksbackpositie. Hier is hij. Voorzet, kopbal. En de redding daar van Woering. Prachtige save, wederom van de Drentse keeper. En zo staat het nog altijd 1-1. Goed druk zetten daar door Scheveningen. ACV kan er daardoor niet uitkomen. Peters. En via Woering en de paal gaat hij er opnieuw niet in. Zo zit het Scheveningen alles behalve mee in deze wedstrijd. Daar komt de thuisploeg weer. Wederom Wagenaar. En opnieuw is het de paal die redding moet brengen. 1-1 is de ruststand. Tweede helft. Als ACV eruit komt via Van der Heijden. En de redding van Wolfsheimer. De maker van de 1-1 kan er niet voor zorgen dat het 1-2 wordt. En gelukkig maar vanuit Schevenings perspectief. De club die dit jaar zijn 100ste verjaardag gaat vieren. Overtreding gemaakt op Aldogan. Swiebe achter de bal. En opnieuw het aluminium, maar nu in tweede instantie wel raakt. Teun Peters met het doelpunt. 2-1 voor Scheveningen. Voor de 3e keer wordt de paal geraakt. Deze maal door Swiebe, prachtige vrije trap. Maar daar staat Peters op de goede plek. En hij maakt er dan een kwartier voor tijd 2-1 van. En dan heb je als Woering zijnde zo'n goede pot gekiept. Uit nog nooit een punt gepakt. En dat gaat ook nu niet gebeuren, want Scheveningen wint deze wedstrijd met 2-1. Deze kopbal van Robinson gaat nog mis. En de thuisploeg staat nu stevig in de middenmoot. Ik denk dat we eigenlijk vanaf het begin al gewoon goed spelen. Alleen dat het dubbeltje gewoon niet onze kant uitviel. Ja, nu merk je, als je overwinningen pakt, dan komt er vertrouwen. En dan gaat alles een stukje makkelijker. De bal gaat dan iets makkelijker in, want in het begin van het seizoen, kan ik jou vertellen, hadden wij hem vandaag niet gewonnen. En nu pakken we hem wel.
En dat is gewoon het verschil dat we gewoon in een goede flow zitten. Iedereen is relaxed en dan gaat het allemaal vanzelf. We zitten in januari, ja, dan moet je gewoon steeds van wedstrijd naar wedstrijd leven. Dat hebben we tot nu toe steeds gedaan. En naarmate het seizoen voordat ga je natuurlijk wel wat meer naar de ranglijst kijken. Je kijkt wel met een schuin oog naar de periode. Maar ook dat is nog een eind weg. En straks uiteindelijk in de maart gaat het er echt te doen en dan moet je eens naar de ranglijst gaan kijken. En nu moet je gewoon zorgen dat je elke zaterdag 3 punten haalt.